Mijn naam is Ton van Hout, productmanager narrowcasting bij Hulskamp Audiovisueel. Vandaag neem ik u mee naar Rabobank Arnhem aan de vestiging Willemsplein, waar we een ontzettend leuk project gerealiseerd hebben. Het narrowcasting concept binnen Rabobank heet Rabo Viewpoint. Een concept wat we al in meer dan 400 kantoren geleverd hebben. In Arnhem hebben we een nieuw concept ontwikkeld, het Rabo Viewpoint 2 concept. Maar wat zijn nu de verschillen? Traditioneel Viewpoint maakt gebruik van slechts één scherm en dat scherm kan overal in de bankhal opgehangen worden. Rabo Viewpoint versie 2 kent een drietal definities van schermen. Eén scherm wat geplaatst wordt op plekken waar bezoekers zich vluchtig langs begeven. Een tweede scherm wat geplaatst wordt in de self-service of bij de geldautomaten. En een derde scherm wat eigenlijk vergelijkbaar is met het traditionele Rabo Viewpoint en gebruikt kan worden voor algemene informatie van de klanten. Wat u vandaag gezien heeft zijn de eerste ontwikkelingen van Rabo Viewpoint 2. Een concept wat de komende maanden samen met Rabobank Nederland verder ontwikkeld zal worden tot een volwaardig Rabo Viewpoint 2 concept.